We staan hier in de omgeving van het behandelcentrum. Dus we hebben een hoofdlocatie hier in Zwolle, waar we het hoofdgebouw hebben waar klinische zorg plaatsvindt. Maar we hebben ook een behandelcentrum waar wat minder zware zorg plaatsvindt, waar mensen hooguit 2 nachtjes verblijven. We hebben daar in 2014 een deel nieuwbouw gedaan. En wat we hier nu zien is dat we een deel van een stukje oudbouw nu weer gaan vervangen. De unitbouw kenmerkt zich door op locatie een korte bouwtijd. Dus de productiehal, daar vindt natuurlijk al heel veel voorbereiding plaats. Maar het voordeel van unitbouw is dat we op locatie een korte bouwtijd hebben. Daardoor minder overlast voor de omgeving. En daardoor ook sneller weer in bedrijf kunnen. Nou, als je kijkt naar de samenwerking, want dit is eigenlijk een combinatie, de meelbouw die zeg maar de unit plaatst. Maar onze bouwpartner, zeg maar op locatie, onderhoudspartner BAM, die heeft ook heel veel werkzaamheden. En die afstemming daarvan is voor dit project wel heel bijzonder geweest. Het heeft ook best wel heel veel afstemming gevraagd. Maar daar hebben we regelmatig contact over gehad. Alleen ook in deze tijd van corona ging dat heel anders dan normaal eigenlijk. Ik heb het bouwteam van Meel echt nog nooit live gezien. Alleen maar digitale overleggen gehad. En dat maakt het voor dit project, vind ik, wel bijzonder.